Goedemorgen, meneer Zaken. Mijn broek zakt af. Oh. Oh, dan ga je weer achteruit staan. Dan draai je wel mee, hoor. Allemaal lekker. En daarna is de bebouwing gekomen. Kaleberg is ontstaan een paar honderd jaar terug. En de eerste bewoning had heel veel last van een hoge waterstand. 90 centimeter hoger dan nu. Als je nu die 90 centimeter erbij doet, zit alles eronder. En dat was dus vroeger niet zo. Maar dit soort land, als je daar water aan... Ja. En dat was de boekstroef. Ja. Dat is vroeger niet zo. Maar dit soort land, als je daar water aan onttrekt, dan krimpt het. En die krimp die was al heel snel gerealiseerd. We hebben één keer in die periode meegemaakt dat het water terugkwam. In 1945 had de toenmalige bezetter van Nederland geen geld meer om die grote pompen draaiende te houden. En die werden stilgezet en als dat gebeurt, dan krijg je de natuurlijke waterhoogte terug. En toen stond letterlijk alles eronder. Uw schipper, een paard waar ik op wed, ik ga naar de wedstrijding toe. Hij zei, het lange nummer is mijn wedstrijdnummer en ik wed altijd op Anita. Zijn vrouw tevreden. Ongeveer 2 weken later komt hij thuis, zijn vrouw weer in alle staat. En hij zegt, wat is er nou weer? Ze zegt, je paard heeft gebeld. Ja. 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 Ja.
Je ziet hier die afvalbultjes allemaal in de zijkant, dat hier nooit gebruikt is. Dat gebied dat heeft die naam gekregen om een heel andere reden. Maar ja, als je dan heb je eigenlijk een nieuw probleem, want dan word je nog nieuwsgieriger. Want wat is, als het dat niet is, wat is dan wel? Ik kon er s'nachts niet van slapen. Ze zijn weg. De dichtstbijzijnde, dat is Frikodomo in Leeuwarden, en dat kan je natuurlijk iets niet doen. Dus die mensen die raakten toen op dat stuk kwijt, maar dan gingen ook nog al die melkfabriekjes weg. Ik ken tientallen huisvaders hier die allemaal in de zomer naar zo'n melkfabriekje gingen. En dat kon van de ene dag op de andere niet meer. En als dat gebeurt, dan hoeft zo'n personeelschef van de Hoogovens of van andere bedrijven niet zo de beste doen, want die zijn hier eigenlijk rijk geworden. Staatsbosbeheer heeft natuurlijk ook dankbaar gebruik gemaakt van die goedkope prijzen. En dan zie je nu wel eens dat Staatsbosbeheer niet zo leuk in de volksmond weerkomt, want de mensen die denken dan van ja, we hebben toen eigenlijk een tonnetje te weinig gehad. Misschien thuis weer een beetje lelijk doen dat ze dat nu nog wel betalen, maar zo werkt het niet en zo gaat het niet werken. Slecht te denken. En we kennen nog een product, dat is cement, dat lijkt er een beetje op. Want keileem, als je dat één keer gedroogd hebt, neemt het dus geen water meer aan. En als je ons veen van vroeger goed gedroogd had, dan wou het wel verbranden, maar je kon het wel een paar jaar in een emmer water leggen, dan zou het niet meer zacht worden. Niemand wist toen wat er door zat, maar dat weten we nu wel, dat was keileem. Dat keileem, dat heeft er toen voor gezorgd dat wij dus een bikkelhard turfje produceren en dat bikkelhard de kachel en de andere morgen loszetten en dan gloorde het zo weer op. Dat had dus grote voordelen en die grote voordelen werden alleen bereikt in dit gebied. Dat keileem, dat zat hier door de grond en dat is heel vroeger in de ijstijd aangedragen. Niemand heeft er wat voor gedaan, maar ze hadden gewoon geluk dat het hier achtergebleven is. Ik heb gelezen in de als zoiets zo veelvuldig aanwezig is, dan heeft het ook in dit gebied heel veel verwaarloos je eigenlijk je eigen gebied. Gemaakt die er niet waren, louter en alleen voor de vishouder. Alles vast lezen, hè? Ja, opa en oma, ja. Die hebben we ook allemaal mee.